Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. Ongeveer 11 maanden geleden kreeg ik deze ZX Spectrum cadeau voor mijn verjaardag van mijn tweelingbroer. En daar was ik heel blij mee, en nog steeds hoor. Maar hij bleek wel stuk te zijn. Ik heb er toen 2 video's over gemaakt, die kun je terugvinden in mijn kanaal. En in de tweede video kom ik tot de conclusie dat in deze de ULA-chip stuk is. En die zijn niet meer te koop. Er zijn wat projecten waardoor ze weer nieuw gemaakt worden of een soort vervanger wordt er gemaakt. Maar die kost toch wel meer dan 30 euro. Dus ik heb al die tijd mijn ogen open gehouden voor een donor. En die heb ik gevonden. Dat is deze. En je ziet dat het bovenste plaatje ontbreekt van het toetsenbord. En ook het toetsenbordmembraan is gewoon stuk. Je ziet hier dat het gescheurd is. En dat hebben ze heel vaak, want die membraans die worden broos en dan gaan ze scheuren. En ook die membraans kan je nog steeds nieuw kopen. Dus misschien dat ik dat ook ga doen voor mijn eigen ZX Spectrum, als het nodig is. Maar eerst wil ik natuurlijk die ULA-chip hier uitproberen te halen. En dan kan ik kijken of die nog werkt. Nou, die ULA-chip, die zit hier. Dus die gaan we eruit trekken. En die gaan we installeren in mijn eigen ZX Spectrum. En dan weet ik of ik weer een werkend exemplaar heb. De ULA-chip is de enige chip die in een IC-voet zit. Dat is wel fijn, dan is die makkelijk eruit te halen. Hoef je hem niet los te solderen. Ik kan hem gewoon uitwippen. Dus dat gaan we proberen. Een beetje frikken met een grote pincet. En dan komt hij los. Geen probleem. Dan moet hij hierin komen. Dus deze zal ik even openschroeven. Ik wil hem eigenlijk niet helemaal uit elkaar halen. Want dan moet ik weer die flatcables van dat membraan loshalen. En dat is erg gevaarlijk, want daar slijt het erg hard van. En dan gaan ze weer stuk. Hier zie je ze zitten. Hier zit zo'n flatcable en hier nog eentje. En als je elke keer eruit en erin stopt, dan gaan ze gewoon stuk van. En ik heb de laatste keer dat ik dat deed, heb ik gewoon die ULA-chip hier eruit gehaald. En niet meer teruggezet. Dus ik kan nu gewoon mijn nieuwe ULA-chip hier voorzichtig zo inplaatsen. Nou, dat zijn dan geen briljante beelden voor de video. Maar ja, sorry. Ik vind het belangrijker om mijn ZX Spectrum een beetje intact te houden. Dus plaats ik hem even zo. Kijk, dat is makkelijk zat. Klaar. Ik sluit de voeding aan en dan ga ik testen of dit weer doet. En dat kan ik al even testen voor ik een motor aansluit. En dit liet ik ook zien in mijn vorige video over de ZX Spectrum. Want een van de gevolgen van die kapotte ULA-chip is namelijk dat het geluid het niet doet. En het geluid kan je testen met het biepcommando. Dus dan doen we biep 1,2. En dan horen we dat hij nou weer wel doet. Dat is heel fijn. Het kan nog eenvoudiger, want ook bij elke toetsaanslag maakt hij een klein geluidje. Dus als je een toets vasthoudt, gaat hij in repeat. En dan hoor je constant die toetsaanslagen. Ik merkte net wel dat ik een paar dode punten heb in het toetsenbord. Nou, nu lijkt het wel weer te werken. Dus ik vrees dat het membraan van mijn toetsenbord ook slecht wordt. Maar ik ga eerst maar eens een monitor aansluiten. Kijken of we een spelletje kunnen laden. En of die inderdaad weer helemaal werkt zoals het hoort. Daar gaan we. Kijk, het ziet er goed uit. 1982 Sinclair Research. Fantastisch. Het lijkt erop dat het weer doet. Ik zal eventjes een fantastisch basic programma schrijven. Een programmaatje wat we allemaal geschreven hebben. Maar dat is wel een mooi moment om even te kijken naar dat slimme, dat rare, maar slimme toetsenbordje van de Sinclair. Want ik heb nu het printcommando nodig. En dat zit hier op de P. Want je ziet namelijk dat heel veel letters, of eigenlijk alle letters, heel veel functies hebben. En je ziet ook dat mijn cursor een K is, een knipperende K. En die K betekent keyword. Dus als ik nu op de P druk, dan krijg ik het commando print.
het keyword print. Nou, nu is mijn cursor veranderd in een L. Ik denk dat het voor letter staat. En ik heb nu een quote nodig. En die quote, die staat ook hier op de P. Handig, want die zitten bij elkaar, dus print en quote. Nou, dan kan ik nu mijn naam intoetsen. Hoofdletter, B, A, R, T. Weer een quote. Enter. En nu dus 20. Go to 10. Nou, de go to zit hier bij de G. Go to. 10. Enter. En dan run. Oh, zie je, een foutje. Ik hoef alleen maar op de R te drukken. Voor run. Enter. Nou, dan doet hij dus 50 keer mijn naam afdrukken. En dan vraagt hij scroll. En dan druk je op enter. En dan scrollt hij verder. En dan vraagt hij weer scroll. Heb je er al genoeg van? Nou, als we op een toets drukken, dan scrollt hij lekker door. Totdat je op de N drukt van nee. En dan zijn we terug bij onze programmalisting. Zoals ik al zei, hebben dus al die letters heel veel functies. Kijk even naar de B hier ook. Ik heb hier gewoon de B. Een sterretje. Het commando border. Hier nog het commando bright. En daar het commando bin. Dus 1, 2, 3, 4, 5 functies voor één toets. Maar hoe krijg ik nou al die functies? Kijk, als ik nu in het keyword mode zit, met een knipperende K, kan ik gewoon op de B drukken en dan krijg ik border. Want die staat er hier in het wit op. Nou, wil ik nou het commando bright hebben, dan doe ik dit. Ik hou deze shift vast, daar druk ik op, die hou ik vast en ik druk op B en dan krijg ik bright. Wil ik het asterisktje hebben, dus het sterretje, dan doe ik gewoon dit. Deze vasthouden. Zo. En wil ik nou het bin-commando, dan moet ik dit doen. Deze indrukken, die indrukken, alles loslaten en op de B. Dan heb ik bin. Nou, dat lijkt dus heel inefficiënt soms, want het bin-commando is maar 3 letters en ik moest heel wat handelingen doen om het te krijgen. Maar met die rubberen toetsen kan je niet echt goed typen met 10 vingers. Dus daarom was het best wel efficiënt. En wat ik ook altijd handig vond, is dat alle commando's die je nodig zou kunnen hebben, dat die al op je toetsenbord staan. Dus je kan gewoon een beetje op zoek gaan naar het commando. Wat was het ook alweer? Oh ja, read, daar staat die. En als het er niet op staat, dan bestaat het niet. Erg handig dus, een soort geheugensteuntje van welke commando's er allemaal zijn. Het is nu een goede week later, want op dit moment in de video wilde ik graag een spelletje gaan inladen, maar het blijkt dat mijn braam nu toch echt de geest gegeven heeft. En deze rij met toetsen, die doen het helemaal niet meer. En ik heb de P nodig, want daar zit de quote voor het load quote commando. Dus toen ben ik online gegaan en toen heb ik een nieuwe besteld. Kijk, daar is die. Een membraam voor het toetsenbord. Komt uit Spanje. Kost geloof ik €1,15. En dat gaan we installeren. En dan kan ik hopelijk eindelijk het spelletje inladen. Ik weet niet hoe vaak jullie nog willen kijken naar hoe ik een ZX Spectrum openschroef. Maar ik hoop zelf dat dit de laatste keer is. Nou, eens kijken. Hier zitten een paar 4 stuks metalen tapjes. Dat is gewoon omgebogen ijzer van dit metalen topplaatje. Dus die moet ik terugbuigen. En als het goed is zit er ook nog een beetje lijm ergens tussen. Maar dan moet dat bovenste plaatje eraf kunnen. Dan kan dat rubberen ding kan eraf. En dan hebben we het membraan bloot liggen. Nou, dat is alles. Hier het rubberen toetsenbordje. En hier het membraan. Dat ding gaat eruit. En dit ding gaat erin. Nou, je ziet dat het echt helemaal niks voorstelt. Zo'n reparatie. Deze gaat weer op zijn plaats. En dan moet deze weer een beetje netjes terug.
En dat is alles. Heel simpel. En dan gaan de flatcables terug in de connectors. En dan kan de ZX Spectrum dicht, hopelijk voor de laatste keer. Het is tijd om een spelletje te gaan spelen. Dus ik heb mijn ZX Spectrum aangesloten op mijn PC via een Easier Capture kaart, zodat ik nu het beeld van de ZX Spectrum hier op mijn monitor heb. En ik heb mijn tablet aangesloten, mijn Samsung tablet, met de PlayZX app om oude spelletjes te kunnen inladen via de hoofdtelefoonuitgang. En die gaat dan naar de eeringang van de ZX Spectrum. En ik heb een nieuw accessoire aangesloten. Hier, dit ding, deze grote blob, dat is een joystick interface. De ZX Spectrum heeft namelijk zelf geen joystick aansluiting en daarom moest je zo'n accessoire kopen. En dan heb je nu één joystick poort. Nou, ze bestaan ook met een dubbele, maar ik heb er eentje gekocht met een enkele. Het spelletje wat we gaan laden is Jetpack. En dat spelletje ken ik nog van vroeger, dus daarom vond ik dat een leuke keus. En dat speel je dus met een joystick. Nou, je kan het ook spelen met een keyboard, maar met een joystick vind ik wat leuker. Dat inladen duurt al te erg lang, dus ik zal het een beetje versnellen. Kijk, we hebben loading graphics. En ik zal je zeggen dat wij dit vroeger erg indrukwekkend vonden hoor. Het spel is ingeladen en ik zit nu in het menu. En dan kan ik dus kiezen met de numerieke toetsen tussen twee spelers of keyboard of de Kempston joystick. En ik geloof dat mijn interface inderdaad compatible is met de Kempston joystick. Dus dan gaan we 5 om het spel te starten. Nou, ik zal kijken of ik de eerste level kan uitspelen om te laten zien hoe het moet. Dus ik kan dus met mijn jetpack omhoog en omlaag reizen. En de bedoeling is dus dat ik onderdelen verzamel voor die raket. Nou, die onderdelen liggen overal klaar, dus dat is niet zo heel moeilijk. En daarna moet ik de raket nog aftanken. Dus ik moet nou die fuel cells verzamelen. En naar de tank brengen. En ondertussen verzamel ik nog meer bonusdingen, zo te zien. Geen idee waar het allemaal voor is. Oh. En het is best lastig te spelen. Het is niet heel erg speelbaar ook. Soms dan kom je tegen die plateaus aan de onderkant. En dan, ja, dan lijkt het alsof je het langs zou moeten kunnen. Maar dan kan je toch niet langs. Maar ja, jammer. Ja, dus de speelbaarheid die houdt een beetje te wensen over. Maar dan hadden wij vroeger toen weinig om te zeuren. Want we speelden gewoon wat we konden krijgen. En net als nu, waarom lukt het maar niet om er langs te komen? Hè? Soms dan denk je toch echt van, ja, ik druk volgens mij op de goede knoppen, maar er gebeurt niks. Hier ook, waarom kan ik hier niet omhoog? Nu wel. Nou, nog één fuel cell te gaan. En dan vertrekken we. Nou, dat is level 1. En dit is level 2. Nou, rara, wat gaat er gebeuren? Kijk. Een nieuwe vorm van vijanden. En we moeten weer zo te zien fuel verzamelen. Game over. En zo zijn we aan het eind van deze video gekomen. Ik ben blij dat mijn ZX Spectrum helemaal weer in volle glorie hersteld is.
nieuw membraan voor het toetsenbord en die nieuwe ULA-chip natuurlijk, heel belangrijk. En daardoor heb ik nu ook eindelijk deze joystick interface kunnen uittesten. Want die had ik ook al heel wat maanden in huis hoor. Alleen ja, ik kon hem nooit testen. Als je nog geen abonnee bent, subscribe dan even op dit kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer. Nee, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.